Jacqueline is bij haar geboorte verlamd geraakt door zuurstofgebrek. Ze gaat nu 3 keer in de week naar de dagbesteding bij Boog in Harmelen. Ik ben speksteen aan het bewerken. Het is een natuursteen. En dat ga ik tot een mooi beeld bewerken. En dit wordt een schelp. Maar door de bezuinigingen in de zorg zou het kunnen dat Jacqueline hier binnenkort niet meer terecht kan. Wat voor mij betekent dat ik de hele dag thuis zit. Dat ik geen sociale contacten meer op kan doen. En dat zou heel jammer zijn. De komende jaren moeten activiteitencentra 25% budget inleveren. Gehandicapten moeten dan een eigen bijdrage van €160 in de maand betalen om nog naar de dagbesteding te kunnen. Iets wat de meeste gehandicapten met hun uitkering helemaal niet kunnen opbrengen. Dan denk ik van jongens, de maat is vol. Daarom hebben de cliënten GroenLinks Tweede Kamerlid Linda Voortman uitgenodigd. In de hoop dat zij het tij nog kan keren. Nou, we hebben binnenkort een begrotingsbehandeling. En ik ga me er daar hard voor maken. Dat die dagbesteding of de eigen bijdrage, dat die in ieder geval niet wordt doorgevoerd. Maar omdat er toch flink bezuinigd moet worden, lijkt dat erg moeilijk. Maar Jacqueline houdt de moed erin. Ja, ik hoop elke procent wat ze minder willen bezuinigen, is er 1% wat ze minder willen bezuinigen. Dus ik hoop eigenlijk dat onze actie helpt.